de scouting in Zetten over 10 jaar verdwijnen? Met die vraag ging de gemeenteraad in Overbetuwe dinsdagavond het debat aan. In februari 2017 hoorde de scoutinggroep dat de gemeente het huurcontract na 2020 voor meerdere jaren wilde verlengen. Maar nu lijken die plannen niet door te gaan omdat de gemeente de grond heeft ingezet voor een grondruil om een begraafplaats op het terrein mogelijk te maken. GroenLinks, PvdA, D66 en BBO riepen via een motie het college daarom op alle juridische mogelijkheden aan te grijpen om de uitruil van de grond ongedaan te maken. Maar die motie werd afgewezen. Het is coalitieonderhandeling tijd. En de drie beoogde coalitiepartijen hebben koudwatervrees. Die durven nu niet oprecht te zeggen van een toezegging die er is, op papier zelfs, per mail dat wel, tot 2 keer toe. Ja, die moet je honoreren. Dat is gewoon open, transparant en democratisch. Als mensen, in dit geval scoutingsclub, dat hebben. En dat hebben ze. Dan is het voor iedereen duidelijk. Dat moet je honoreren. Maar blijkbaar niet voor de onderhandelende partijen. Ze zijn nu bang dat als ze ja zouden zeggen, dat in dit geval de grootste partij in deze gemeente misschien een keuze maakt voor een andere route voor coalitievorming. En dat wil je niet, want je wil toch heel graag een wethouder leveren, lijkt het. Maar ik ben er niet bang voor, omdat aanstaande dinsdag een nieuw college naar voren wordt gebracht. Met 4 wethouders, waarvan 2 CDA-wethouders die zullen blijven zitten. En dan hoop ik dat dit nieuwe te vormen coalitie ook met een raads- of een coalitieakkoord gaat komen. Want daar ligt de sleutel tot succes. Als je op inhoud en voor de samenleving iets wil doen, moet je dus een akkoord gaan sluiten die zo breed mogelijk gedragen is en waar ook openingen zijn om in het proces tussen nu en 4 jaar wat mogelijkheden te creëren. Scouting Z is een voorbeeld, het land van TAP is een ander voorbeeld en het Hart voor Heteren is een derde voorbeeld die allemaal heel urgent zijn, maar waar je wel met een open, transparante manier moet inspelen. En daar maak ik me wel zorgen over. Of dat met het nieuwe college, wat heel erg rechts georiënteerd is, waargemaakt kan worden. Scouting Zetten is een van de 3 punten die ik net noemde. Hart van Heteren, Land van Tap. Waarin inwonersparticipatie niet een plek krijgen. Een college bepaalt, raad wordt geïnformeerd en dat is het. Terwijl in deze tijd, anno 2018, je juist zou moeten omdenken en namelijk inwoners centraal stellen, die meenemen in het proces, daarna tussendoor informeren wat de stand van zaken is door middel van een voorstel en daarna wederom meenemen. Dat is een hele andere manier van kijken. Ja, en dat past bij een aantal partijen die helaas nu in de oppositie lijken te komen en niet bij de partijen die helaas in de coalitie gaan komen.